Mijn naam is Rob van Elzen en ik mag vandaag de eervolle taak vervullen om de Blues Challenge te presenteren. En daarin wordt bepaald wie er dit jaar, of ons volgend jaar, naar de Europese Blues Challenge en de internationale Blues Challenge in Memphis mag. En voor deze keer zijn er 7 bands, of acts, zo kunnen we het zeggen, hebben zich geplaatst. En dat gaan we vandaag beleven. En dat zijn 4 bands en 3 duo's, dan weer enkelingen. En we kunnen dan beginnen vandaag met de Liberators. Vervolgens zijn dan Remus en De Greef. En dan spreek ik even, Little Head zal dan vervolgens komen. Volgens sommigen is dat een potentiële winnaar, maar dat kunnen we eigenlijk van iedereen zeggen. Barn & Bell, Gloomy Mess zullen dan vervolgen. Theo Sieben als enkeling en als afsluiter is daar Raymonda Verdevaak met haar band. Ik durf niet te voorspellen wie er gaat winnen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur, maar we gaan het beleven. Hoi, ik ben Stefan Hermsen en ik ben de zanger van Mondharmonica, speler van de Liberators. Lucas Vroemer, drummer van de Liberators. En wij zijn niet een traditionele bluesband, denk ik. We proberen gewoon allerlei stijlen te combineren. Men noemt ons stevig. Nou, dat kan. Dat zijn we ook wel trouwens. Maar we proberen dat wel af te wisselen met wat rustiger dingen ook. Eén of twee. En dan twee uur tijd. Maar we proberen wel vanuit de roots te denken. Dus wat is traditioneel? Maar komt muziek vandaan van jazz, van blues, van rock and roll. En we maken een beetje een combinatie daarvan. Ik denk, als je concreet bands wilt horen, dan zou je kunnen zeggen dat je daar de Fatboy Thunderbirds voor voorbij komt. Maar ook voor de mensen die wat korter in de blues verbonden zijn, de Red Devils. Maar je hoort ook, denk ik, uiteindelijk dingetjes van Toads. Hè? En je hoort ook, je hoort van alles. Ik denk dat ik juist wil aangeven dat wij niet een stickertje willen hebben wat wij zijn. Wat wij doen is dat wij met ons hart een instrument spelen, dat we dat samen doen en dat we wel met respect voor de blues iedere keer opnieuw een stukje muziek benaderen en daarbij een stukje een verhaal vertellen, een emotie proberen te maken. En that's it. Ja, wij doen met z'n tweeën maken we eigenlijk authentieke blues, rootsmuziek. En daar kan Joep zeker iets aan toevoegen. Ja, we proberen toch niet vast te houden aan één type blues. We proberen wat gevarieerd te zijn. Dat lijkt ons voor de luisteraars en de kijkers altijd leuk om niet verveeld te raken met één stijl blues, zeg maar. Dus we proberen er echt wel variatie in te brengen. De manier waarop we schrijven is altijd dat meestal Frank met een eerste muzikaal ideetje komt. Dat werken we dan, met z'n tweeën werken we dat uit. En ik schrijf dan daar een tekst op. Ik vind ook altijd dat een tekst een inhoud moet hebben. Dat het niet iets moet zijn wat nergens over gaat. Ik denk dat er altijd een soort boodschap in is. Een van de nummers die we vandaag hier op de finale gespeeld hebben, is een nummer wat we een paar weken geleden geschreven hebben. Over alle ellende die we op dit moment om ons heen zien. En in dat nummer spreken we ook uit, net zo goed, dat we de hoop hebben dat we toch weer het allemaal een beetje om kunnen buigen en naar een mooiere toekomst kunnen gaan. En dat is denk ik ook onze boodschap aan de mensen. Houd hoop, probeer het allemaal
goed te houden, probeer de ellende achter ons te laten. Hi, we zijn op de Dutch Blues Challenge. Wij zijn Little Hat. Hier staat, naast mij zit Paolo de Stichter on drums. Naast mij on guitar Willem van Dullemen. En ik ben Machiel Meijers, vocalist, mondharmonica. Sleazy, rockin', old school and electrified blues. Ja, one man bands, dat betekent dus wat je daar zag was dat ze heel sterk, alles was soort van door elkaar heen gemengd in zo'n one man band. Je hebt de mondharmonica speler, de gitarist, de drummer, het is allemaal ja, dezelfde persoon die verschillende instrumenten doet. En dat mesht dan eigenlijk soort van. En wij proberen eigenlijk diezelfde sound na te bootsen. Dat wordt natuurlijk nooit 100%, maar we proberen die richting proberen wij aan te houden. En ja, we spelen ook zonder bassist. Wat dat effect versterkt, en dat is een beetje onze trademark. Wat is onze. Jongens, help mij eens eventjes. Dan wordt het wel heel filosofisch. Wat mij betreft. Het is al ouder, maar hij is bekend. Keep on knocking in the free world. Ja. Ja. Daar heb je nog wat aan toe te voegen. Keep it vintage. Ja. En ik heb wel genoeg geluld. Die wil ik meegeven aan de wereld. Wij zijn Barn & Bell. Wij maken Americana muziek. En daarbij hoor je invloeden uit roots, folk, country. Maar vooral ook vanuit de blues. En we doen dit op een Travelers drum kit en gitaar. Ja, en we zingen allebei. Dus het is heel veel close harmony wat we doen. We halen onze inspiratie uit echt oude blues. Maar ook uit de modernere dingetjes. Waar we veel meer crossover tussen de verschillende roots blues stijlen plaatsvindt. En zo maken we eigenlijk een leuke mix, denken wij. Ik ben heel erg mobiel met mijn drumkit. Het zit eigenlijk in twee koffers. Een van die twee koffers is de kick van de drumstijl. En in de andere koffer zit het wasbord waar ik op speel. En daar staat ook meteen ons logo mooi op. Dus we zijn heel mobiel. Twee koffers en twee gitaren. Dat is eigenlijk de hele backline die we hebben. Ik zou zeggen, geniet zo lang van de dingen die je doet. Zo lang mogelijk van alles wat je aan het doen bent. Kijk ook om daar zo lang mogelijk de tijd voor te pakken wanneer je die ruimte hebt. Er zijn genoeg mensen die niet de ruimte hebben om dat te pakken. Dus als je die luxe hebt, doe dat dan. Dus vooral af en toe niks doen of vooral leuke dingen doen wanneer dat kan.
ja, doe de dingen waar je blij van wordt. Ja, ik ben Johan de Haan. Ik ben de Hammond-speler van Gloomy Mess, onze bluesband. En ja, we zijn eigenlijk pas een jaar bezig met de bluesband. En in dat jaar hebben we eigenlijk al heel veel eigen nummers geschreven. En ja, dat is erg goed gegaan. We zijn gaan jammen in de repetitieruimte. En elke heeft jams mee naar huis genomen en is er teksten en melodieën op gaan maken. En zo zijn eigenlijk in no time hebben we heel wat nummers geschreven. En nu zijn we al hier bij de finale van de Dutch Blues Challenge. Dus ja, ik vind het wel leuk dat we hier al aan mee mogen doen. Ik heb best wel een gloomy mind. Dus mijn teksten zijn sowieso duister en gaan vaak over dus de minder positieve dingen in het leven. Want soms krijg ik commentaar van Stanley dat het niet altijd zo duister wordt. Gloomy Mess, dat staat voor mij voor een jaar lang echt samen een aantal keren per week repeteren en uitproberen en jammen. En daar is gewoon iets heel moois uit ontstaan, vind ik, na één jaar al. Ja, that's it. Misschien vooral krachtige boodschappen met een beetje rauwe sound, zou ik zeggen. Mijn naam is Theo Sieben. Ik speel akoestische blues, solo, veel hill country blues. En ik maak vooral ook eigen moderne bewerkingen van oude blueskrakers en gospel. Dat is zo'n beetje wat ik doe. Ik heb een paar platen uitgebracht. Mijn nieuwe album, Skeleton Crew, zit er aan te komen. Over een paar maanden komt hij uit. En nou ja, dat is het zo'n beetje. Harold Burnside is voor mij een hele tijd een grote inspiratiebron geweest. En af en aan, in en uit, Robert Johnson natuurlijk ook. Dat is eigenlijk de eerste blues die ik hoorde toen ik jong was, toen die plaat uitkwam. Een soort ongrijpbare muziek. En waar Harold Burnside en Robert Johnson zijn, ze hebben allebei iets heel ongrijpbaars als ze spelen. Dus eigenlijk magisch wat er gebeurt. Wat ze precies doen, het gebeurt van alles. Wat ze precies doen is moeilijk, denk ik, na te spelen of te vinden. Ik denk mijn beste momenten, mijn magie is wanneer het er iets gebeurt en ik bijna buiten mezelf treedt en iets kan overbrengen wat ik voel en wat in mij zit. En dat is eigenlijk het hoogste punt en daar streef ik naar. Het hoogtepunt. Daar streef ik naar. Veel improvisatie. Proberen steeds dat moment op te zoeken van dat het een beetje gaat lopen. Soms is het hard werk om er doorheen te komen. En soms is het te gek. En het meest intense is als je het in je eentje speelt. En dat zoek ik dan op.
Mijn naam is Raimunda en zo heet ik gewoon. Dat is niet mijn artiestennaam, dat is gewoon mijn naam. En ik ga vandaag meedoen aan de Dutch Blues Challenge. Als iemand op mijn Facebook kijkt en leest mijn biografie, dan weten ze wel zo'n beetje hoe het was. Dus zeg maar, een beetje lastig beginnetje gehad. Alles wat ik doe met muziek trouwens is een uitlaatklep. En vooral de nummers die je dan gekozen hebt voor op het album. Dat was in het begin wel moeilijk om dan dat op te treden. En ik zeg ook altijd, ik zing geen liedjes. Ik vertel een verhaal. Ik vertel het verhaal van mijn leven. En hoe je daar op wat voor manier dan ook goed uit kan komen. Gewoon sterk worden ervan. En van mensen houden. Om mensen geven. Humor. Dat soort dingen. En ze speelden met een geweldige groove. En het plezier straalde van het podium af. Wat ze met jullie konden delen en met elkaar onderling op dit podium ook. En er was een heel goed gekozen koffer bij. En alles stond in dienst van de muziek. Nou, over wie hebben we het dan? Lil Het! Originaliteit was bijzonder en de interactie met het publiek en dan met elkaar was fantastisch. Barn en Bellen. Jullie wel. Your sweet words and bright eyes make me